Vandaag, op 11 maart, tijdens de vrijwilligersactie van Nederland Doet, is wethouder Jan Paantjes op bezoek bij Stichting Groen Ontmoet, waar hij de allereerste pluim van de gemeente Haldenbergen zal uitreiken. Beste mensen, mag ik even heel kort jullie aandacht, want ik wil jullie niet te veel storen natuurlijk, terwijl jullie hier zo lekker bezig zijn om deze speelplaats nog aangenamer te maken dan dat die al is op dit moment. Maar ik ben hier met een bijzondere reden. Het is zo dat we druk bezig zijn in Haldenbergen om te kijken hoe dat we, dat noemen we participatie met een moeilijk woord allemaal. Ik heb daar niet zo heel veel mee, moet ik heel eerlijk zeggen. Het gaat er gewoon om dat we met z'n allen goede dingen doen. Uiteindelijk is het zo dat we daar beleid voor hebben ook, ze noemen dat dan. Maar het gaat er vooral om dat we bepaalde zaken waarvan we als gemeente ook zeggen van goh, dat is toch wel geweldig dat dat in onze gemeente gebeurt, dat we dat op een, met een gebaar en een klein beetje financieel ondersteuning wat extra in het zonnetje willen zetten. En daar zijn de mensen natuurlijk van Groen Ontmoet ook constant mee bezig. Nu hebben wij daarvoor een pluim in Haldenbergen bedacht. Als we dit soort zaken tegenkomen waarvan we zeggen van dat verdient een extra ondersteuning, dan gaan wij een pluim uitreiken. De eerste pluim, Elise, gaan wij hier uitreiken aan Barry en zijn stichting Groen Ontmoet. Dan reiken wij de pluim uit aan Stichting Groen Ontmoet. Nou, een bedrag van €250, waarvan wij weten dat jullie hele, hele goede en leuke dingen doen. Uiteindelijk iedere keer weer voor de kinderen. Ja, en natuurlijk ook, ik heb het al gezegd, maar een blijk van waardering voor al het goede werk en heel veel vrije tijd die jullie hier met z'n allen. Ja, jij blijft daar staan, maar ik vind dat je er ook wel mee wil komen. Ja, godverdorie, ja. Dus bij deze voor de Stichting Groen Ontmoet de eerste pluim van de gemeente Haldenbergen. En voor de rest een applaus natuurlijk. Dankjewel, dankjewel Jan en Pim en Anton natuurlijk. En Elise, want daar doen we het wel voor de kinderen. Dat is waarom we dit initiatief een paar jaar geleden zijn gestart. Om het weer leuk te maken, om het weer uitdagend te maken. Nou, deze natuurspeeltuin, dat is echt denk ik een voorbeeld van hoe we spelen opnieuw in willen richten. Met meer uitdaging voor de kinderen. Het is een project dat meerdere jaren gaat duren. En daarom zijn we ook echt heel erg blij dat we dit soort stimulering vanuit de gemeente, vanuit andere bedrijven krijgen. Want ja, dat is gewoon nodig. En met dit soort dingen hartstikke bedankt. Het is jullie van harte gegund in ieder geval. Dankjewel. Ja? Gefeliciteerd ermee. Hoe belangrijk is zo'n waardering voor jullie? Ja, ik denk heel erg belangrijk. We zijn heel erg bezig al een paar jaar. Alleen, wat ik straks ook al zei, we stoppen er onze tijd in die we erin kunnen stoppen. Maar we hebben juist die stimulering nodig om verder te kunnen. En het is voor ons als bestuur is het een goed teken dat we een pluim krijgen vanuit de waardering. Maar ik denk ook vanuit de vrijwilligers die erbij staan, gewoon om te zien van wat we doen is echt leuk en is echt goed. Zijn er in Uitgastel nog andere projecten waar jullie momenteel mee bezig zijn? Ja, we gaan binnenkort starten samen met de gemeente met het speelbos. Maar dat is nog helemaal in de beginfase. Dus, Een bos, is dat in een wijk wel? Of hoe moet ik daar iets bij voorstellen? Dat zie je in de rand van het Gastelsbos. En verder doen we ook wel activiteiten opzetten, net als de Modderdag. En dat gaan we dit jaar voor de derde keer doen. En daar komen ook altijd heel veel kinderen op af. En dat is ook om het natuurlijk spelen te benadrukken. Nou, je bent van het Creatief Centrum. Wat is jullie rol vandaag? Wij zijn benaderd door Sandra vanuit Nederland NL Doet om hier te ondersteunen, om de kinderen leuke activiteiten aan te bieden. En het Creatief Centrum, dat bestaan 30 jaar ondertussen, ruim 30 jaar. Ja. En wij bieden sowieso het hele jaar door allerlei workshops en cursussen aan voor kinderen en volwassenen. Jullie zijn op dit moment bezig met een kunstwerk voor Surplus, heb ik begrepen? Ja, daar is Mieke mee gestart met deze kinderen. Die hebben een plaat geschilderd en die gaan dan met kurk een soort natuurlijke voorstelling maken. Ze zijn al bomen aan het maken. En de bedoeling is inderdaad dat het bij Surplus komt te hangen.
En de bedoeling is ook dat er allerlei verschillende kinderen die vanmiddag komen aan werken. Goedemiddag, u bent vrijwilliger bij Groen Ontmoet? Ja. En wat zijn uw taken zo over het algemeen? Nou ja, ik help eigenlijk, eigenlijk overal mee. Dus voornamelijk heb ik me geworpen op het voor de kinderen. Leren groenten te kweken en dan te laten zien dat de groenten niet uit de supermarkt komen. Maar dat het echt gewoon dus van het land afkomt en hoe dat gaat en hoe dat in zijn werk gaat. Dus en nu ben ik eigenlijk de grond klaar aan het maken.